Bol, heb je colors van de Action. 142 gram is 398 meter. Het is 100% acryl en je haakt hem met haaknaald 4, 4,5. En ik weet niet of je het kunt lezen, maar ik doe 4,5. Deze, 4,5. Daar ga ik mee haken. Dus ga ik een beginnetje zoeken. En dan gaan we een variatie op die puffmuts maken. Weet je wel, ik heb een tijdje geleden heb ik die puffmuts online gezet. En nu wordt het een variatie. Jemig, wat een zootje. Oh, ik vind hem wel. Kijk, hier is hij. Het begin. Begin met een lusje op mijn haaknaald natuurlijk. En ik laat een behoorlijk staartje, dat ik die een stukje overheen kan haken. En dat ik hem goed weg kan naaien, want de gepriegel met korte staartjes, je weet, daar ben ik helemaal geen held in. Sowieso een hekel aan staartjes, maar goed. Lusje op de haaknaald. Zo. En dan kunnen we gaan beginnen. Zo. Draadje uit de knoop gehaald. Slokje koffie genomen. En we beginnen met 6 lossen. 6. 1. 2. 3. 4, 5 en 6. En dan maken we een cirkel van door in de eerste losse een halve vaste te maken. En dan denk je, jee, dat een grote cirkel. Ja, dat klopt, dat is nodig. Nee, niet echt per se nodig, maar gewoon een stukje makkelijker om al die puffsteken in te gaan haken. Pardon. We gaan 10 puffsteken maken in die cirkel, vandaar dat je een groot gat nodig hebt. En we doen normaal gesproken een puffsteek over 3 omhalingen, dat je 3 keer een lus ophaalt. En nu doen we er 4, gewoon dat de puff een beetje voller wordt. Nou, hoe begin je? Je trekt je lus een stukje op, zo. Je maakt een omslag. En in de cirkel haal je je lus op. Dus in de cirkel insteken en de lus ophalen. Even hoog als je eerste ophaling was, dat je je lus hoger hebt gemaakt. Dus 1. Omslaan. In de cirkel weer. 2. Omslaan. In de cirkel. 3. Omslaan en in de cirkel je lus ophalen voor 4 keer. Heb je zo een heleboel lussen op je haaknaald zitten. Nou, dan sla je nog 1 keer om en die haal je door. En ik hou dit even hier vast, zodat die doorhaling wat makkelijker gaat. Doorhalen. En een losse. Dat is 1 puff. Nou, dit doen we 10 keer. Alleen nu hoef je die eerste lus niet op te halen. Dit was de beginpuff. Dus je slaat om. Je gaat weer in die cirkel en je haalt 4 keer een lus op met een omslag. Dus dit is 1. Omslaan, lus ophalen in de cirkel voor 2. Omslaan, in de cirkel je lus ophalen voor 3. Omslaan, in de cirkel je lus ophalen voor 4. En dan sla je om en ga je in 1 keer onder al die lussen door. En je maakt een losse. Dan heb je er 2. Nou, en dit moet je dus nu nog 8 keer doen. Dus nog 1 keer voordoen. Je maakt een omslag. Je steekt in je cirkel in. En je haalt je lus op. En die trek je omhoog, hè, zo. Dus 1. Omslaan. In de cirkel je lus ophalen voor 2. Omslaan. In de cirkel je lus ophalen voor 3. Omslaan, in de cirkel je lus ophalen voor 4. Omslaan en dan in 1 keer door al die steken heen. En een losse. Zo, dan heb je de 3. De begin en 2 zoals de rest moet. Nou, als je dit nou 10 keer doet, hè. 1, 2, 3, 4 en een losse.
Als je dat doet, zie ik je terug aan het eind. Nou, dan heb ik op een beetje afstand heb ik laten zien hoe je die puffs maakt. En nu moet je hem sluiten, hè? Dus een beetje ingezoomd, dat je dat makkelijker kunt zien. Die eerste puff steken, ik heb er 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 10. Dan bovenop die puff steek, die eerste hier, daar zie je een V'tje zitten, erbovenop. En daar sluit je met een halve vaste. Zo. Onder die twee lusjes door. Een halve vaste. En dan heb je je cirkel. En dan denk je, hier zit een groot gat, hè? Dat klopt. Maar als je straks, als het klaar is, je trekt aan het staartje, want daar heb je overheen gehaakt, hè? Tenminste, dat was de bedoeling. Ik hou mijn duim er even op, hoor. Zo. Trek aan het staartje. Zie je? Dan is het gaatje al een stuk kleiner. Daar zie je straks gewoon, daar merk je niks meer van. Maar laat maar even hangen. Dat doen we dan wel als hij klaar is. Nou, de tweede ronde. Je gaat met een halve vaste naar de opening tussen de twee volgende puffsteken in. Dus even een beetje openwerken. En dan een halve vaste. Dan zit je op de goede plek om weer te beginnen. We gaan nu in iedere opening tussen de twee puffsteken in, gaan we twee puffsteken maken. Nou, de eerste gaat weer precies hetzelfde. Je trekt je lus wat op. Je maakt een omslag. En in die opening maak je je puffsteek. Dus lus ophalen. Dat is één keer. Omslaan in die opening. Twee keer. Omslaan in die opening. Drie keer. Omslaan en in die opening nog. De vierde keer je lus ophalen. En dan omslaan. En in één keer erdoor. En een losse. Die moet je niet vergeten. En dan in diezelfde opening maken we nog een puffsteek. Je moet, als je die puffsteken maakt, goed opletten dat je niet per ongeluk insteekt in zo'n draadje van de vorige puffs, van de vorige ronde. Dat je echt alleen maar in die opening zit, want dat maakt het alleen maar mooier. Nou, nog eentje erbij, zei ik, hè? Dus een omslag. In hetzelfde gaatje ga je weer vier keer een lus ophalen. Dus dit is één. Omslaan en twee, omslaan, lus ophalen voor drie, omslaan, lus ophalen voor vier, omslaan en in één keer er doorheen en lossen. Dan heb je er twee in één opening. Nou, ga je naar de volgende opening en daar doe je precies hetzelfde. Eerst even een omslag, het gaatje goed zoeken. Dat je niet per ongeluk in een puffsteek insteekt. En daar maak je weer twee van die puffs. 1, 2, 3 en 4 keer een lus opgehaald met een omslag ertussen. En dan een omslag en er in één keer doorheen met een losse. Dat is één in de opening en dan doen we er nog één bij. En ja, het past. 1, 2, 3 en 4. In één keer er doorheen en lossen. En zo ga je rond. Iedere opening krijgt twee van die puffsteken. Dus een beetje openwerken. Zo. Dan heb je de opening en daarin maak je weer je puffsteek. Dus 1, 2, 3, 4 en omslag en één keer er doorheen en lossen. En nog een keertje in diezelfde opening, dat je er twee hebt. 1, 2, 3. En de vierde keer ophalen en dan omslaan en in één keer er doorheen. Met een losse. Dat is misschien een beetje lastig zien zo, maar in iedere opening
tussen je puststeken in van de eerste ronde zitten nu 2 puststeken. Nou, dat doe je helemaal rond en dan kom je uit op 20 van die puffsteken. 20 stuks. Nou, als je dan 20 weer hebt, dan op de eerste puffsteek, en nu is die lekker makkelijk te zien doordat het een rozige puffsteek is met een wit veetje erbovenop, is lekker handig om te zien, daar sluit je dan weer met een halve vaste. Zo. Dan ga je met een halve vaste naar de volgende opening. En dan ben je op de goede plaats om de derde ronde te gaan beginnen. Zo. Nou, ronde nummer 3. We beginnen weer op die plek waar je nu bent, hè, na die halve vaste. Daar doen we weer 2 van die puffsteken in. Dus lus ophalen, dat die wat hoger zit, omslaan. En in die opening 2 van die puffsteken maken. 1, 2, 3, 4 keer opgehaald. Er doorheen. En lossen. En nog een keer. 1, 2, 3, 4 keer opgehaald. En doorheen en dan lossen. Dus dan heb ik in die ene opening heb ik weer 2 puffsteken zitten. De volgende opening, daar maak je een stokje in. In die opening insteken en een stokje. En dat is de herhaling. Dus omslaan in de volgende opening. Goed die draadjes van die puffsteken opzij halen. In die opening 2 van die puffsteken. 1, 2, 3, 4 keer je lus ophalen. En je puffsteken afmaken. En nog een keer. In die opening 2 puffsteken. Dit is de tweede. 1, 2, 3, 4 keer je lus ophalen met een omslag ertussen en dan in 1 keer er doorheen en een losse. En de volgende opening, die krijgt een stokje. Nou, en dat doe je dus helemaal rond. Volgende opening, 2 puffsteken, volgende opening een stokje. 2 puffsteken, een stokje. En als het goed is, eindig je dan met een stokje. Nou, als je dit nou helemaal zo gedaan hebt, dan bovenop de eerste puff weer, in het veetje, een halve vaste. Je bent geëindigd met een stokje hier. Hier, een stokje en een halve vaste bovenop die puff. En om na te tellen, je hebt nu 10 van die groepjes van 2 puffsteken, daar heb je er 10 van. En daartussenin heb je 10 keer een stokje. Als je dat hebt dan, klopt het. Ga je weer met een halve vaste naar de opening tussen de volgende 2 puffsteken. En daar maak je weer 2 puffsteken in. Zo. Dat blijft hetzelfde. Ieder groepje van 2 puffsteken maak je 2 puffsteken tussen. Een soort veetje is dat, hè? Een veetje. Dus, een beetje je lus omhoog en je omslag weer maken voor de eerste puff. En je doet er 2 tussen. Dus 1, 2, 3 en 4. En ik geloof dat ik in het begin een beetje buiten beeld was, maar het is precies hetzelfde als die andere beginpuff steken. Dat is 1 en je doet er nog 1 bij. 1, 2, 3 en 4 keer je lus opgehaald met een omslag en dan in 1 keer er doorheen en dan los erachteraan. Dan heb je je eerste groepje van 2 puffsteken tussen je
twee puntsteken gedaan. Kom je bij dat stokje en op het stokje komt één stokje. En in de opening tussen je stokje en je volgende puntsteek, daar maak je ook weer een stokje. Dus in die opening, gewoon ertussenin, daarin maak je een stokje. Dan heb je twee stokjes achter elkaar. Zie je? Nou, en dan weer twee puffsteken, want dat is de herhaling voor de ronde. Tussen de volgende twee puffsteken maak je weer twee van die puffsteken. Zo, vier keer een lus opgehaald met een omslag en dan er doorheen en een losse erop. En nog een keer. Drie keer en vier keer een lus opgehaald. In één keer er doorheen en een losse erop. Dan kom je weer bij je stokje. Nou, in het stokje haak je één stokje. En in de opening tussen je stokje en je volgende puff, in die opening maak je nog een stokje. En dat doe je dus helemaal rond. Twee puffs, twee stokjes. Twee puffs, twee stokjes. En dan krijg je dit. Nou, ik ben er bijna. Ik moet de laatste twee stokjes nog doen. Dus eentje in het stokje. En de laatste na het stokje en voor de puff in de opening ertussen. En zo. En dan bovenop je eerste puff sluit je weer met een halve vaste. Zo. En dan heb je dit. Het patroon wordt het al een beetje zichtbaar hier, zie je? En juist door die happy colors, deze lichte variant, je hebt er ook met grijs en zo, en dat vond ik een beetje saai. Ik vond dit echt happy. En met die puffsteken, ik vind het vrolijk. Dus daarom dus. Nou ja, ik zit maar te kletsen, het is nog vroeg in de ochtend. En eigenlijk is dit een beetje de herhaling voor de hele muts. En dan gaat de zon ineens weer heel fel schijnen. Het is raar weer vandaag. Regen, hagel, zon, we hebben alles al gehad. Zoals de hele tijd met een halve vaste naar de volgende opening tussen je twee puffs. Zo. En daar maak je weer twee puffsteken. De beginpuff door je eerste lus een beetje omhoog te halen. Een omslag. Eén keer een lus ophalen, omslag. Twee keer een lus ophalen, omslag. Drie keer een lus ophalen, omslag. En vier keer een lus ophalen en dan in één keer er doorheen. Zoals de hele tijd. En dan doe je nog zo'n puff erbij. 1, 2, 3 en 4. In één keer er doorheen. En een losse erop. En dan het groepje van twee stokjes. Nou, ieder stokje krijgt één stokje. Dus gewoon in de steek insteken. En een stokje maken. Dat is 1. Tweede stokje krijgt een stokje. Zo, dat is 2. En het derde stokje maak je weer in de opening tussen je tweede stokje, of je laatste stokje moet je eigenlijk zeggen, het laatste stokje en je eerste puff. In die opening, daar maak je een stokje in. Dan heb je er 3 op een rij. En dan weer twee puffs, en dat is de herhaling voor deze ronde. Twee puffs in die volgende opening. Die is niet netjes, die doen we opnieuw. Zo. Eén keer een lus opgehaald. Hier. 2, 3, 4. En er doorheen met een losse. En nog een puff. Dus het ene draadje van de puffsteek, die wil steeds mee.
En ik wil dat niet. Ha, en ik ben baas. 1, 2, 3. 4 keer een les opgehaald. Er doorheen en een losse erop. En dan weer stokjes. Er zijn er 2, dus ieder stokje krijgt een stokje erop. Dit is 1. Het volgende stokje krijgt ook 1 stokje erop. En dan maken we een stokje erbij in de opening tussen je laatste stokje en de volgende puf. In de opening. Daar maak je een stokje. Dan heb je er 3 op een rij. En dit is de herhaling voor de hele ronde. 3 van die stokjes, 2 erin en 1 in de opening. En 2 van die pufsteken weer in die ene opening tussen je 2 pufsteken in. En dat helemaal rond. En je eindigt weer met 3 stokjes. Zie ik je daar weer. Nou, het laatste stokje heb ik weer in de opening tussen mijn stokje en mijn puf gedaan. En de ronde bovenop de volgende pufsteek gesloten met een halve vaste. En ik ga dit nog 2 ronden doen, denk ik. Dus met een halve vaste naar de opening tussen je 2 pufsteken in. Netjes. Ik moet zeggen, dit is niet echt prettig garen om zo te haken. Maar het voelt wel heel zacht en zo, maar het splijt heel makkelijk. En ja, ik vind het niet echt handig garen, maar ik vind hem zo leuk. Dus ik ga die moeite er wel voor doen. 2 puffsteaks in die opening. Dus lus ophalen. En zo. 1. 2, 3 en 4. Er doorheen. Dat is de eerste. En nog 1 erbij. 1, 2, 3 en 4. Er doorheen. En een losse erop, hè? Zo maak je een puffsteek. Zo, en dan de stokjes. We hebben er nu 3, dus ieder stokje krijgt er 1. 1. 2. 3. En na je laatste stokje doe je in de opening er nog 1 bij. Dus in de opening tussen je laatste stokje en de volgende puf ertussenin, daar maak je een extra stokje bij. Zodat je er dan 4 op een rij hebt. Nou, en dit blijf je herhalen zo groot als jij de muts wil hebben. 1, 2, 3, 4 keer rullers opgehaald. En dat bereken je met pi. 3,14. 1, 2, 3, 4. En als je vaker mutsen wil maken, schrijf die formule even op. Het is echt zo handig als je de doorsnee van je cirkel hebt. De doorsnee, zo. Die vermenigvuldig je met 3,14. Dan krijg je de omtrek van je cirkel. En die omtrek moet de omtrek van het hoofd zijn voor degene waar de muts voor bedoeld is. Dus met elk soort garen, elke steek, elke haaknaald, het maakt niet uit. Die formule blijft hetzelfde. De doorsnee maal 3,14 is de omtrek. Dus dan kun je elke muts maken, eigenlijk. Voor elke maat, elk persoon, maakt niet uit. En misschien op een gegeven moment onthoud je ook wel van, oh, met die haaknaald en dat garen moet ik zoveel steken hebben, dan klopt het. En ja, wat is het model van de muts, weet je wel? Wil je hem een beetje slouchy hebben, ja, dan maak je hem, de omtrek maak je groter dan de omtrek van het hoofd waar die voor bedoeld is. En dan in de boordrand kun je wat steken minderen en zo. Maar ja, dat ligt aan het model. Maar
Ik doe nog 2 ronden, dus dat ik met 5 stokjes eindig. Dan is hij voor mij groot genoeg. Ik heb er nu 4, hè? 1, 2, 3, 4. Dus ik doe hier nu nog 1 ronde bovenop. Dan heb ik 5 stokjes en die doe ik op precies dezelfde manier. Ieder stokje krijgt een stokje. En na het laatste stokje doe ik er nog 1 bij. Zie ik je dan weer terug. Nou, ik heb met die 2 rondes die ik gezegd heb, die heb ik gedaan, hè? Dus tussen 2 van die rijen puffsteken heb ik nu 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Die zit overal ertussen. En de doorsnee is nu zo'n 19 centimeter. Ongeveer. 3 keer 19 is 57. Mijn hoofdomtrek is 58. Dan denk je van, oh, dat is te klein. Nee, dat is niet te klein, want dit patroon zorgt dat het nog een klein beetje wijder wordt als ik nu niet meer ga meerderen. Het wijder worden zet zich nog even door. Dus ja, of je moet hem natuurlijk heel slouchy en hangend willen, dan kun je nog een ronde met meerderingen erom doen. Afhankelijk van de maat die jij hebt, dan doe je het nog een keer. Of nog een keer. Of nog een keer, maakt niet uit. Gewoon wat jij wil. Het kan allemaal. Dit is op mijn maat. Nou, en dan moet ik nu dus doorgaan zonder meer stokjes te maken. Ik moet die 5 stokjes blijven houden tussen die groepjes van puffsteken. Nou, ik had een halve vaste gedaan boven op mijn laatste puffsteek. Met een halve vaste naar de opening tussen die 2 puffsteken in. En daar maak ik weer gewoon, net als de hele tijd, de puffsteek. Dat blijft hetzelfde. 1 omslag opgehaald, de tweede, de derde en de vierde, zo. En dan in 1 keer er doorheen en dan los ze erop. Dus 1 puffsteek en de volgende, 1, 2, 3 en 4 en er doorheen. Tweede puffsteek. En dan die 5 stokjes krijgen gewoon ieder 1 stokje. En niet meer meerdere. Niet meer in de opening na je laatste stokje nog 1 stokje erbij. Dit is 1. En 2. En 3. En 4. En 5. En nu niet in die opening. Die niet. Je gaat nu gelijk weer je puff maken. Dus op het moment dat jouw cirkel groot genoeg is, 2, 3 en 4, dan maak je in die opening geen stokje meer erbij, maar blijf je gewoon doorgaan met hetzelfde aantal. En dan in die puff opening tussen die 2 puffs in. Dit is 2, 3 en 4. Daar blijf je gewoon die 2 puffs doen. Dan krijg je een soort vlechtje naar beneden zo. Als je dan zo kijkt, het zijn net vlechtjes. Ik vind het een ontzettend leuk patroon bedacht. Vind ik. En zeker met deze vrolijke garen erbij. Daar word je helemaal blij van. Nou, blijf je ronde doen totdat je muts hoog genoeg is. Hoe hoog dat moet zijn, hoeveel rondes, dat weet ik echt nog niet. Ik heb nu 1, even goed tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ronden gedaan en ik ben met mijn 8e ronde bezig. En ik weet het nog niet, dat moet ik gewoon opzetten, oppassen en noem maar op. Iedere keer weer op mijn hoofd zetten, kijken, is hij lang genoeg? Nee, nou ja, als hij lang genoeg is, kom ik bij je terug. Kan ik ook zeggen van, nou, ik heb nu in totaal zoveel ronden en dan gaan we het boordje eraan maken. Nou, daar ben ik weer. Ik heb in totaal 18 ronden met van die 5 stokjes ertussen. Kijk, hier heb je nog 4, hè? Oh, nee, 1, 2, 3, 4 en hier begint. Ik moet even goed tellen. Dit is 5. Zie je dat? Dit is de eerste met 5. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
rondes met 5 stokjes. En als ik vanaf de punt meet, zo, is hij 28 centimeter, 29, zoiets. Moet je zo zien dan, hè, zo. Vanaf de punt gemeten hier. Hier is de punt. En dan naar beneden. 28, 27, zoiets. Kijk maar, dat is hem. En dat is voor mijn maat en hoe lang ik hem wil. Want hij is te lang, hè? Hij is een beetje een hangmuts, een slootsie. Zoiets is hij geworden. En, ah, daar heb ik het laatste stokje uitgehaald, zie je dat? Ik zei al, het is geen fijngaar om mee te haken. Hij splijt heel makkelijk, uithalen is niet handig. Maar toch, ik vind hem zo leuk. Nou ja, laatste stokje nog even. Zo. En bovenop met een halve vaste weer sluiten. Zo. En nu? Nu ga ik van haaknaald wisselen. Dit is 4,5 mm. En ik ga een halve maat omlaag naar 4 mm. En joh, is het te zien? Hier staat het. 4,0 mm. Daar ga ik naartoe. Zo. En dan ga ik gewoon. Nou ja, gewoon. Ik ga weer naar de opening tussen de 2 puffsteken in. En ik ga het boordje haken. Nou vind ik het niet leuk om met die puffsteken te stoppen. Want ik vind ze zo leuk. Dus die blijf ik herhalen. 2 puffsteken in 1 opening. En dan met haaknaald 4 mm. Dus 1. 2, 3, 4 keer je lus ophalen met een omslag, doorhalen en een losse erop. Zie je, dat bedoel ik met het splijt heel gauw. Dan wil je het snel doen en dan gaat het mis. Nou, nog eentje erbij, hè? 2 in de opening. 1, 2, 3, 4 keer je lus ophalen. En dan los erop. En dan krijg je die 5 stokjes. En daar ga ik een boordsteek in maken. Dus ik sla om. En ik begin met een voorlangs relief stokje. Dus aan de zijkant van het stokje insteken. Aan de andere kant kom je weer naar voren. En dan haal je je lus op. En maak je een gewoon stokje. De volgende, omslaan, doe je aan de achterkant. Dus je steekt van achter langs het pootje in. En dan voor het stokje langs ga je weer naar achteren. Dat heet een achterlangs relief stokje. En je maakt je stokje af. En dat doe je om en om. Dus de volgende wordt weer een voorlangs relief stokje. En waarom ga ik nou naar haaknaald nummer 4? Omdat de muts bij de boord wat strakker mag komen te zitten. Hij zit lekker losjes om mijn hoofd. En door nou die boordsteek te haken en met een smallere haaknaald, een dunnere haaknaald, hoef ik geen steken te gaan minderen. En dan kan ik hetzelfde aantal steken houden. Dat is het leuke van het spelen met de dikte van je haaknaald. Kijk weer, een achterlangs stokje. En de volgende weer een voorlangs stokje. En door met dikte te spelen, ik wil een omslag maken, anders wordt het geen stokje. Door met de dikte van je haaknaald te spelen, kun je dus je werk breder of smaller maken, wat jij wil. Nou, ik wil hem nu smaller. Kijk, 3 voorlangs stokjes en daartussenin 2 achterlangs stokjes. Dan weer de puff. Dus 2 puffsteken in die opening. 1, 2, 3. 4 keer een lus ophalen met omslag. In 1 keer er doorheen. En een losse erop. Nou ja, na die hele muts moet je dat nou zonder hand wel kunnen. Hè? Dat moet echt geen probleem meer zijn. Het is 3 en 4. Er doorheen en een losse. En dan weer het boordsteekje. Dus beginnen met een voorlangs relief stokje. Van voren insteken
en aan de voorkant weer naar voren tevoorschijn komen. En dan haak je gewoon een stokje. En nu weer achterlangs. Dus je steekt nu van achter langs het pootje. En je maakt je stokje. De volgende weer voorlangs. Zo'n steek klinkt ingewikkeld, maar dat is hier dus niet, hè? Dit garen maakt hem lastig. Maar ik vind het resultaat zo leuk. Zo speels met die kleurtjes. Nou, weer achterlangs. Dus je steekt aan de... Je moet een omslag. Van achter naar voor en dan weer terug naar achter. En dan haal je je lus op voor het stokje. Dus het klinkt ingewikkeld, maar het is de manier van insteken en dan weer een voorlangs. De manier van insteken dat het dat naampje geeft. Maar het is gewoon een stokje op een andere manier ingestoken. Nou, puff weer twee. Eén. Eén. Twee, drie, vier keer mijn lus opgehaald, doorhalen, lossen erop. 1, 2, 3 en 4, doorhalen, lossen erop. En dan nog, zal ik nog één keer die relief steken voordoen. Eerste stokje, een omslag. Aan de zijkant van het pootje steek je naar achter en aan de andere zijkant van het pootje kom je weer naar voren. Omslaan, lus ophalen en gewoon een stokje maken. Het is een voorlangs stokje. Nou, omslaan, volgende stokje. Aan de zijkant van achter kom je naar voren. En aan de andere zijkant ga je weer naar achteren. Lus ophalen. En je stokje maken. Een achterlangs relief stokje. Dan weer een voorlangs. En achterlangs. En Krako is aan het zingen geslagen. Wat gezellig. En weer voorlangs. Zo. Kijk. Dan wordt de muts dus... wat strakker. Je ziet al dat hij naar binnen trekt, hè, zo. Nou, doe dit de hele ronde. Tot aan hier. Kom ik bij je terug. Nou, ik ben weer rond. Mijn laatste voorlangs relief stokje gedaan. En boven op de puffsteek een halve vaste. Net als anders. En dan gaan we nog een keer doen. Eén randje boord is geen randje boord, hè. Vind ik. Dus... naar de opening tussen de twee puffsteken. Net als anders. En je maakt weer twee puffsteken. 1, 2, 3. Vier keer een lus opgehaald. En zo. En nog eentje erbij. 1, 2, 3. Vier keer. En dan lossen we erop. Zo. En dan kom je weer bij die stokjes. En ieder stokje krijgt wat hij is. Dit is een voorlangs stokje, die eerste. Dus daar doe je nog een keer een voorlangs stokje omheen. Om het pootje van het stokje. Van voor naar achter, van achter naar voor. En je maakt een stokje. De volgende, die zit erachter. Dus dat is een achterlangs relief stokje. En die krijgt nu ook weer een achterlangs relief stokje. Breek er mijn tong over. Dus wat het stokje is, dat maak je erop. Voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs, voorlangs. Die volgorde moet je aanhouden.
En als jij meer of minder stokjes hier tussen hebt zitten, doordat je een andere maat hebt gemaakt, een andere garen, andere haaknaald, noem maar op. Doe het om en om. Dus voorlangs, achterlangs, zoals het bij jou uitkomt. Dat je een boordsteekje krijgt. Nou, tussen de puffsteken weer. Een puffsteek. Drie. En vier. En nog eentje. 1, 2, 3 en 4. Dat is de tweede puffsteek. En de boordsteek. Weer precies hetzelfde. Het voorlangs reliëfstokje krijgt een voorlangs reliëfstokje. En het achterlangs reliëfstokje erna krijgt een achterlangs reliëfstokje erop. En dan weer een voorlangs. Een achterlangs. En een voorlangs. En dan weer. Krakel, jongen. En dan weer twee puffsteken. En zo ga je rond. Ik denk dat 3 rondes in totaal, dat genoeg is. Dus na deze nog 1 ronde. Dan heb je 1, 2 en nog 1, 3 rondes zoals dit. Ik denk dat genoeg is, maar ik kijk even. Ik zeg ik van vaker, hè, dat ik dat van tevoren niet weet. Ik bedenk dit ook tijdens het haken, dus ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik denk hierna nog eentje. Maar ik kom wel bij je terug om het te vertellen. Nou, ik heb die 3 ronden gedaan, wat ik zei, hè. 3 van die boordsteekrondes. En ik vind hem groot genoeg zo. En nu gaan we het allerlaatste randje eraan maken om hem netjes af te werken. Bovenop de puffsteek gesloten met een halve vaste. En ik ga naar de ruimte ertussen met weer een halve vaste. Zo, dan ben ik op de goede plek. Ik doe 1 losse. Zo. En dan gaan we een voorlangs vaste maken om die tweede puffsteek. Hier. Dus je steekt aan de zijkant. Geen omslag maken, hè, want dat wordt een vaste. Aan de zijkant van de puff ga je naar achteren. Aan de andere kant van de puff kom je weer naar voren. En je haalt je lus op. En dan kun je een vaste maken. En ik heb een steekmarkeerder meegenomen. En in die eerste vaste, onder het veetje, daar zet ik die markeerder in. Is alleen maar makkelijk, dan weet ik van oké, daar moet ik zo meteen sluiten. Gewoon voor het gemak. Waarom niet gebruiken als ik ze toch heb? Nou, die stokjes die krijgen allemaal een gewone vaste. Ieder stokje 1. Dus 5 vaste op een rij. 1, 2, 3, 4 en de 5e. En dan kom je weer bij die puffsteek. En daar komt een voorlangs relief vaste omheen. Gewoon een voorlangs vaste. Even goed de opening zoeken zo, dat je niet door die draadjes van de puff heen steekt. Aan de ene kant van je puff ga je naar achteren. En aan de andere kant van je puff kom je weer naar voren. En dan sla je om, je haalt je lus op. Oh, dan heb ik een draadje meegenomen van mijn puff. Dat is niet de bedoeling. Zo, zie je, dan doe je het nog zo voorzichtig en dan toch. Maar goed, nu heb je dus 2 lussen op je haaknaald en dan kun je gewoon een vaste maken. Volgende puff. Aan de zijkant van je puff insteken, naar achteren toe. En aan de andere kant van je puff, ik zat een beetje met mijn duim zo opzij te duwen, hè, zo. Dat ik het gaatje hier netjes had. Omslaan. Lus ophalen en je vaste afmaken.
En dan weer 5 stokjes, dus 5 gewone vasten op de stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan heb je dus dit zo als laatste randje. Is netter, vind ik, dan dit. Dit vind ik niet zo netjes als laatste randje. En dit wel. Dus dit doen we rondom. Nog één keer om die puff dan, die vaste. Aan de ene zijkant steek je naar achteren toe. En aan de andere kant, precies ertussen, tussen die draadjes in, even opzij friemelen zo, weet je wel. Steek je weer naar voren. Lus ophalen. En dan geen draadje meenemen. Ha, nu lukte het wel. Een vaste maken. Nou, en bij je volgende puffsteek aan de zijkant insteken. Aan de andere zijkant kom je weer naar voren. Je lus ophalen. En een vaste maken. Dus in plaats dat je insteekt, steek je om. Net als bij het stokje wat je maakte. Alleen dan nu een vaste. Nou, dan weer 5 vasten. En dan weer 2 voorlangs een relief vasten. Om die 2 puffs heen. En zo ga je helemaal rond. Hier weer de puff. Goed opletten, wacht even, want ik steek wel in, maar... Zo dus. Zonder omslag. Hier ertussen. En een vaste. En de volgende. Naar achteren. Je draadjes opzij, dat je puff heel blijft. En weer een vaste. Dus een beetje friemelen met je vingers en dan lukt het wel. Het maakt het allemaal net een beetje netter, vind ik. Dus doe je best, ga dit rondom doen en dan zie ik je aan het eind weer terug. Tot zo. Nou kijk, dan ben ik rond, hè. Ik heb hier mijn laatste stokje, die heeft een vaste gekregen zo. Mijn laatste stokje. Maar nu kan ik niet sluiten hier bovenop die eerste puff, want die heeft geen voorlangs vaste gekregen. We hebben daar gesloten en zijn toen met een halve vaste hier naar de opening gegaan. En deze moet dus nog een vaste krijgen. Dus weer een gefriemel met naar achteren. En dan hier ertussenin weer naar voren. Lus ophalen. En ook hier weer zo'n vaste omheen maken. Zo. En nu is het merkje heel handig, want dan zie je precies waar je moet sluiten met een halve vaste. Haaknaald zit erin, dus merkje kan eruit. Een halve vaste. Draad afknippen met een staart om weg te naaien. Nog één keer doorhalen. Zo. En dan is de puffmuts klaar. De puffmuts, slouchie, hangmuts. Met een variatie erin. Dus niet alleen maar puff steken. Maar het lijken wel vlechtjes zo, hè. Dit zijn net vlechtjes. Ik vind hem heel leuk geworden. Zeker met dat happy garen. Die happy colors, hoe heette het? Hier, happy colors. Met dat garen. Ik vind het echt super leuk geworden. En hoeveel heb ik er nou voor gebruikt, hè? Kijk, als ik de bollen bijpak. Dit heb ik nog over. Zoveel. Dus dat past makkelijk. 1 bol. En hou je over. Naai de draadjes weg. En ja, heel veel haak- en draagplezier. Denk ik dan maar, hè. Een slouchy puffmuts.